dag 4 van de BMW GS Trophy. En we starten met de vraag, hoe krijg je 140 GS'en van het Noordereiland van Nieuw-Zeeland naar het Zuidereiland? Nou, met de boot natuurlijk. En die boottocht grijpt de organisatie aan voor de eerste proef. Nou ja, noem het gerust een onverwachte overhoring. Het is een quiz over voornamelijk de geschiedenis van de GS. Eenmaal op het Zuidereiland is het uitschepen en daarna een korte rit naar de camping. Eddie, kom er maar in. Welkom op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland. Hey. We zijn van de boot af. Ja, Peet vermaakt zich een beetje. Eddie, niet te serieus. We zijn vandaag onderweg met de Amerikanen. Top guys. En we zijn vooral bezig met de fotocontest. Team Nederland heeft hem al gedaan. We zijn nu aan het wachten op de Amerikanen. En eigenlijk ziet het Zuidereiland er tot nu toe precies zo uit als het Noordereiland. Maar dat gaat ongetwijfeld gauw veranderen. We hebben gehoord dat we van de gravelwegen gaan overschakelen op harde steenondergrond. En ik zou Peet adviseren om eigenlijk altijd zijn helm te dragen. Hey. Ja, ik zeg even helemaal niks. We zijn bezig met een fotocontest zoals je net hebt gehoord. Ja, dit is ook de trofee, kennelijk. Peet, je tent staat. Teleurgesteld dat je maar 90 kilometer hebt kunnen rijden vandaag. Ja, dat is wel een beetje jammer, ja. Geen off-road, alleen verbindingsroute. Maar ik denk ook dat we op lekker off-road de bos heen kunnen rennen. Dus we gaan het zien. Ik heb eindelijk Nicky gevonden. Ze heeft niet echt zin om voor de camera te verschijnen, denk ik. Maar Nicky, ik vraag het je toch. We hebben je gisteren niet gezien. Hoe gaat het met het damesteam? Ging op zich wel goed gisteren. We hadden een stukje meel zand. Die eer was voor Claire. Is niet echt een zandrijder, maar ze kwam er wel goed doorheen op zich. Daarna hebben we lekker handschoenen gegooid door de nekrace. Dat is ook echt een hele ging dat goed? Spannende oefening. Ja, ging goed. We hadden hem raak, dus we hadden wel punten van binnen gesprokkeld. Okay. En als laatste hadden we een trouwparcours. En Isabella was nog over, die moest het rijden. En eigenlijk ging het netjes. Oké, okay, waar staan jullie in de algemene tussenstand? Eén na laatste. Okay. Dus dat is dan wel weer even minder. Maar ja, aan de andere kant, top van de allroadrijders rijdt hier mee. Ja. Dus ik had ook niet verwacht dat we in de top 10 zouden zijn. Okay. En geniet je nog een beetje? Tuurlijk. Kijk om je heen. Nou. Mooi toch? Wil je een trofee rijden, dan moet je natuurlijk kunnen navigeren. En dat wil de jury vandaag graag even zien. Zonder motor, maar rennend door een bos. De opdracht is simpel. Navigeer met één navigatieapparaat naar een ander apparaat in het bos. Verzend via Bluetooth de terugweg van de ene naar het andere apparaat en zorg dat je zo snel mogelijk terug bent. En zoals je kunt zien, had Eddie het zwaar. Nicky, eerste reactie. Het is gelukt. Ik moest wel even teruggaan in het geheugen. Very good. Very good. Very good. Ja, de geruchten bleken waar. Oefening 2 is een sleuteloefening. Staan die 4 GS'en klaar. En de deelnemers moeten volgens mij een achterwiel gaan verwisselen. Goed nieuws voor Team Nederland, want dat zijn zeer geoefende sleutelaars. En Xavier is helemaal een geoefend sleutelaar. Die gaat ook de leiding nemen, heb ik begrepen. Hoewel Team NL behoorlijk presteerde, zorgen uitschieters van Frankrijk, Zuid-Afrika en Italië helaas voor een nieuwe rangschikking waarbij Nederland afzakt naar de 5e plek. Maar de mannen kennende weten we dat ze daar echt geen genoegen mee gaan nemen. Tot morgen!